Het is zondag 12 januari 2014. En de jaarlijkse zoektocht in Soest voor de sledeompaardje eitjes is weer aan de gang. We zijn al anderhalf uur aan de gang. En inmiddels is de stand 20 eitjes. Er wordt tevens goed aan de bramen gesnoeid. Om daar korte metten mee te maken. Want het zijn er heel veel. En dat overwoekert de struiken van de sleedoorn. En dat willen we natuurlijk niet. Af en toe vind je dus een oud touwtje. Dat is een mooie foto.